Iedere maand reikt het Nederlands Debatinstituut in samenwerking met het Radio 1-programma Dit is de Dag de debatprijs uit aan diegene waarvan wij vinden dat hij een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk debat in Nederland. Wil je weten wie de winnaar van februari is? Dat ga ik je nu uitleggen en vooral ook waarom die gewonnen heeft. De winnaar van de debatprijs in februari is Rutger Bregman. En waarom? Omdat hij impact heeft weten te maken met een hele duidelijke boodschap en op een onderscheidende toon. Eigenlijk begon dat al in januari toen hij in Davos het agendapunt wist te agenderen voor een betere belastingmoraal. The World Economic Forum ended last week. One man, historian Rutger Bregman, made a claim that took many attendees by surprise. Almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. This is not rocket science. Mm-hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we gotta be talking about taxes. Ja, wat daar opviel was dat die één heel duidelijk, concreet punt, een betere belastingmoraal, helder, kort wist uit te leggen met ook een paar mooie voorbeelden daarbij. Maar nog knapper is dat het hem lukt om in februari dit punt nog breed op de agenda te blijven houden. Hij trad op in diverse Amerikaanse en andere internationale media om keer op keer op dezelfde rustige toon hetzelfde standpunt helder uit te leggen. And Rutger joins me now from Amsterdam. First of all, what do you have against philanthropy? Why don't you like philanthropy? Rutger Bregman joins me now from Amsterdam. You said 10 years ago it would have been unimaginable for a random Dutch historian to go viral on something like this. Why do you think it hit a nerve? Well, we are joined now from Utrecht in the Netherlands by the writer Rutger Bregman. How were you received at Davos? Well, not very well, to be honest. No surprise. So I think the issue really is one of corruption and of people being bribed and of not being, you know, not talking about the real issues. You are a millionaire funded by billionaires. That's what you are. And I'm glad you now finally jumped the bandwagon, you know, of people like Bernie Sanders and AOC. But you're not part of the solution, Mr. Carlson. You're part of the problem, actually. Kortom, je kunt wel zeggen dat Rutger Bregman in februari internationaal impact heeft gemaakt met zijn boodschap. Maar wat vooral ook bijzonder is, is dat hij iets deed wat anno 2019 best bijzonder is. En dat is dat hij ook zelf kritiek heeft gegeven. Zie bijvoorbeeld hoe hij bij De Wereld Draait Door kritisch terugkijkt op zijn eigen interview bij Fox News, wat niet werd uitgezonden. En waarin hij analyseert waar hij vindt dat hij het zelf beter had kunnen doen. Naar waar hij wellicht zijn doel voorbij is geschoten in dat interview. Dat is iets wat je anno 2019 niet zo vaak ziet. Iemand die publiekelijk ook zichzelf enigszins in twijfel trekt en reflecteert op datgene wat hij eerder gezegd heeft. Ja, op een gegeven moment kom ik ook wel echt een beetje over als een verwaande kwast. Mm-hmm. En er zit ook een deel in het filmpje dat ik niet echt goed uitleg hoe die corruptie werkt. Ik zeg eigenlijk van ja, je pakt allemaal dirty money aan van de Murdochs. Maar ik had eigenlijk het punt subtieler moeten maken. Van de reden dat jij daar zit. Als jij iets anders had gevonden, dan had je daar nooit gezeten. Dus ik geloof wel echt dat je echt vindt wat je zegt. Kortom, Rutger Bregman is de winnaar van de debatprijs in februari. Omdat hij internationaal impact heeft gemaakt met een duidelijke boodschap die hij consequent heeft herhaald. En op een onderscheidende, prettige toon die wat ons betreft een voorbeeld zou moeten zijn voor heel veel andere mensen die deelnemen aan het publieke debat in Nederland. Vond je dit nou een leuke of interessante video? Dan kun je hem hieronder liken. En wil je meer weten over de debatprijs, wie hem de komende maanden wint? Of sterker nog, wil je meer leren over hoe je zelf een nog betere en overtuigende spreker kan worden? Dan kun je hierboven abonneren op ons YouTube-kanaal.